staat nu voor de deur. Hier hebben jullie wekenlang voor gewerkt en voor geknokt. Ik heb hier een gouden envelop in mijn handen en in die envelop staat de naam van diegene die vanavond naar huis gaat met een platencontract. Die naam ga ik dadelijk noemen. Maar we zijn eerst toegekomen aan het juryrapport. Dat ga ik nu voorlezen. Melissa. Melissa was bij haar auditie al spraakmakend. Ze is een echte doorzetter en wil erg graag leren. We hebben de afgelopen 10 weken dan ook een duidelijke groei gezien. Melissa, jij straalde vanavond als nooit tevoren. Het tweede nummer was heel erg moeilijk, maar je hebt het met verven gebracht. Aldus de jury. Naomi. Naomi, de jury zegt over jou. Naomi is enorm gegroeid door de Sterren.nl Academy. Als je kijkt naar het eerste verschil tussen haar auditie en hoe ze nu schittert in haar clip, zie je dat ze enorm veel progressie heeft geboekt. Je deed het tweede nummer nog beter dan je eigen nummer. Je stond daar echt te stralen en je zong het werkelijk prachtig. Je bent echt gegroeid en je stond daar met een goede dosis lef. En tenslotte, Roy. De jury zegt over jou het volgende. Roy had al aardig wat ervaring toen hij auditie deed en had daarmee een voordeel. Maar het had ook een nadeel. Hij had zichzelf bepaalde trucjes aangeleerd, maar door de Academy heen is hij gegroeid en heeft hij zijn eigen identiteit gevonden. Je deed je eigen nummer goed. Het tweede nummer was echter minder sterk, aldus de jury. Maar je optreden was goed, je stond je mannetje daar absoluut op het podium. Dan zijn we nu toegekomen, mensen, aan de onthulling van de Sterren.nl Academy 2010. De naam die ik zo dadelijk ga noemen gaat niet alleen naar huis met een platencontract. Nee, diegene staat ook morgen gelijk op een mega piratenfestijn voor 10.000 mensen in Tiel. Die winnaar staat aanstaande donderdag in een uitverkocht Ahoy tijdens een Nacht van Oranje. En die winnaar gaan wij meerdere malen terugzien tijdens een Tros muziekfeest op een plaat. De winnaar van de Sterren.nl Academy 2010 is geworden